Jee, we gaan op reis! Is dit een nieuwe single die we inzingen? Ja, hè? We gaan op reis! We gaan op een super gangster trip naar France. Oh yeah. Dit wordt dus mogelijk de leukste reis ever, want we gaan naar Frankrijk met Grey Goose, met al mijn liefste schatjes, hè? Kijk eens, waarom moet ik altijd zo pack zijn en mijn handen vol hebben? Ik heb bijna niks bij me, ik ben echt pack light. Ja, jij hebt een loper daar zo die alles voor je vasthoudt. Kijk, niet eens! Wat dus heel grappig is, als ik met Dio ga afspreken op Dio Date, dan duurt het 1,5 uur voordat we elkaar kunnen zien, omdat hij eerst zich moet scheren en kleren aan moet die gestyled worden. Ik heb jou wel eens laten wachten toen ik zo ging scheren. Serieus? Meerdere keren. We made it to Bordeaux. Het is hier nu al vet mooi en heel warm. 34 graden of zo. Sweat is real. We gaan nu eten bij het restaurant van Gordon Ramsay. Dus dat is een goed begin. Ondertussen is Anne Frans aan het spreken. Ze vraagt wat boten. Hoe doe je dat? Berg? Nee. Heel lang. Ik maak er gewoon een volle zin, ik weet niet. Berg. Hoe zeg je? Ik weet niet waarom je mij nu belachelijk maakt, maar je hebt nu wel gewoon boter. In de vorm van een snack. Strikje met stukje. Alles is ook anders, maar alles is met velvet. Oh, het is net zo'n kussen als van yoga. Killing the luxe. Confused, man. Ja, laten we hem proosten. Goedemorgen, we zijn wakker en het is hier zo mooi. Echt waanzinnig. Kijken uit over kastelen en kerkjes en dat soort dingen. En we gaan nu in de keuken verzamelen voor een super lekker ontbijt. En ik heb Anne net gezien en die roept naar iedereen bonjour. Super gezellig. Ik denk dat ze denkt dat ze al Frans is. Ja, the size of your head. Dit is fantastisch. Kaasje, colaatje, alles. Heb je vrouw om kaas gevraagd? Ik krijg mevrouw kaas hoor. Yara Giegels. Yes, yes, yes! Ik ga toch niet het woord snacks gebruiken. Hallo? Oh. Het is nu tijd voor een cocktail workshop. Wat wel hilarisch is, want het is met allemaal mensen die niet kunnen koken en nooit iets zelf maken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik kan wel drinken. Argumentje. En daarna hebben we een fancy dinner, dus iedereen ziet er heel knap uit. We hebben espresso martinis gemaakt! Heel lekker. Oh, wat lekker. Zo'n bende. Hallo. We hebben een formal dinner, dus ik dacht het is leuk om even een mooie jurk aan te doen. Dat is heel mooi. Hij is prachtig. Dank, dank. Kijk hoe mooi! Dit is zo mooi! Echt, het is niet normaal dit. Good morning kiddo's! Het is alweer de laatste dag hier. We hebben eigenlijk nog een half uur of zo vrije tijd. Net lekker een super ontbijt gegeten. Serieus, deze croissants zijn zo vettig, maar ook fluffy en licht tegelijk. Ik weet niet hoe het kan.
echt heel knap. Nederlandse croissants verbleken daar toch wel gewoon bij. En het is hier zo waanzinnig prachtig. Ik ga nog even een half uurtje in de schaduw liggen bij het zwembad. En dan gaan we op pad. Volgens mij hebben we nog één activiteit. Tasting van iets en dan gaan we naar huis. En dan is het gewoon weekend. Wat een leven. Ik zal dan wel moeten werken, maar dit was toch wel een hele lekkere oplaad. Super fun trip. Ik heb echt elke minuut super hard gelachen, dus dat is vet leuk. We willen niet naar huis. Kom maar hier, kleine koe. Hoe graag zou jij hier willen blijven? Heel. Heel, hè? Oh. Het is ook de perfecte temperatuur. Wat heb ik vandaag aan? Een superleuke bloemenrok. En een t-shirtje. Wat heb jij vandaag aan? Een vakantietruitje. Een vakantietruitje? Noemt hij dit? Heb je een vakantietruitje gezien? Die doe ik iedere dag aan. Lekker Milagino burn. En een broek uit zeker wel 2008. Hm. Maar afgeknipt, dus hij is basically nieuw. Wat een fashion boy, hè? Lekker hoor. Hoe zie je mij het liefste? Een roze pak. Nee, die heb je nog nooit gedragen waar ik bij ben. Zelf niet naar menig verzoek. Ja, maar oké. Is goed. Wat vind je niet mooi? Ik ben wel meer fan van bikini dan van badpak. Ik bedoel badpakken. We zijn weer thuis en het was zo heerlijk. Oh my god, echt wel een van de beste trips ever. En nu gaan we op de motor naar de verjaardag van Jordi's mama. En dan is het weekend. Gek wel dat we nu weekend hebben. Ik zit ook helemaal niet in beeld. Oké, dat was het. Het is zaterdag en vet lekker weer. Ik ben in een groen lookje met een konijnenstaart. Hallo. En ik ga nu Kim ophalen en dan wandelen we richting Morgan en Mees. Een van mijn lievelingsplekken om te lunchen. Waar je ook in een binnentuin kan zitten en vet lekkere noedelsoep kan eten. En allerlei andere dingen die eigenlijk meer Frans zijn dan Aziatisch. Dus dat gaan we doen. Kijk eens wie we daar hebben. Hele normale mensen. Hey Petje. Kijk hoe leuk Kim eruit ziet. Even een matchje. Ja, we matchen echt mega. We moeten het even laten zien aan mensen. Laat je tasje even goed zien. Het is moeilijk te aanschouwen. Misschien D? Nee. Oké. Okay. Zijn we te klein voor? La Alicia! Yay! Hoe gezellig! Vet leuk! Vet gezellig! Ja, heel random. Ik spotte jullie opeens toen heb ik na. Ja, dit is wel een beetje de tent, hè? Heel ja, meteen iedereen achtergelaten, ook met snacks en zo. Oh nee! De snacks table is daar! Oh, vet gezellig. Ja, leuk. Het is zo heerlijk hier. Yes, yes, yes. Het is stranddag en motordag en ik was mijn camera vergeten. Gelukkig kwam ik Sunny tegen. Dus misschien kan ik van haar nog wat beachbeelden ontfutselen. En we gaan nu op deze monster naar het centrum om snacks te eten. En dan gaan we naar Paradiso. Naar Patrick Larij. Leuk, leuk, leuk. Oké, doei. Ik ben weer thuis waar ook mijn vlogcamera en enorme zweetaanvallen zijn. Oh my god. Seriously, hoe zien mensen er in deze hitte zeg maar nog steeds chic uit? Ik heb echt geen idee, want ik heb echt gewoon de underboob sweats are real. Anyways, ik ben even wat werk aan het doen en ik kijk de Kardashians. Heerlijk. Ik heb dus ooit speciaal E! Genomen omdat ik daar de Kardashians op kan kijken. En andere heerlijke programma's van hoogstaande kwaliteit zoals de Second Wives Club. En ik heb voor mezelf iets gezonds gemaakt. Ik weet een paar gerechten en deze is er één van. Het is een linzencurry met spinazie en cashewnoten. En linzen had ik eigenlijk tot heel kort geleden nooit echt gegeten. Of in ieder geval zoveel mogelijk geprobeerd te vermijden in het leven. Omdat ik het echt heel vies vind klinken en eruit vind zien. Nou ja, niet heel vies, maar gewoon dat je denkt, nee. Ik trek toch een beetje de grens bij zoete aardappelfrieten. Maar het smaakt gewoon super lekker en heel lekker curryachtig smaakje uiteraard, want het wordt met currypaste gemaakt en er zit gewoon heel veel groente in. Het is zelfs vegan volgens mij. Ja, sowieso. Hoi guys, goedemorgen. Het is weer fucking lekker weer en ik ben een beetje duf, want ik heb tot een uur of
ingewerkt of zo en wel vroeg opgestaan. Dus dat is natuurlijk niet handig. Ik moet even een beter ritme weer vinden. Maar het is natuurlijk ook als je veel reist. Ik ben veel op pad geweest voor werk de laatste tijd. En er komen nog veel leuke persreisjes aan ook. Maar dan staat de rest natuurlijk stil. Dus dat moet je dan wel op een ander moment weer inhalen. Maar dat is het wel waard, vind ik. Ik wil toch zoveel mogelijk zien. Dus dat wel. Ik heb ook wel veel mensen in mijn omgeving die er even doorheen zitten. En heel weinig energie hebben. En dat kan komen door dat je te veel hebt gewerkt. Maar het is ook gewoon een beetje een opstapeling van werk en de pressure die mensen voelen. En ik heb best wel veel mensen die een beetje richting burn-out gaan in mijn omgeving. Die zijn allemaal iets voor de 30. Het is toch wel een verschijnsel waar we het misschien meer over moeten hebben. Ik weet ook niet hoe dat bij jullie is of jullie behoefte hebben aan bijvoorbeeld een video daarover. Maar ik merk dat er toch best een taboe op ligt. Want je wil gewoon sterk zijn en door kunnen gaan. En als dat even niet lukt, voel je je gewoon best wel slap of zo. Dat is hoe ik het in ieder geval heb ervaren toen ik ook een tijd me zo voelde. Hoe dan ook. Ik zit nu te wachten op een Uber. En ik ga naar een evenement met Friends of the Brands. Van een paar superleuke vrouwen die ik goed ken. En die een fantastisch merk hebben. Waarbij je eigenlijk allerlei bedrijven in contact brengt met de juiste doelgroep. En dat zijn dan vaak mensen met een groot bereik of BN'ers of zo. En het is eigenlijk één grote speeltuin met allerlei nieuwe mooie producten. En een mega insane goodiebag. Dus die ga ik straks even voor jullie uitpakken als ik terug ben op kantoor. En verder is er iets anders gebeurd om uit te pakken. Wacht. Het is Sil bij de Bijenkorf en ik heb iets ingeslagen van Balenciaga. Het was eigenlijk zo, ik had een tas op het oog. Die ging ik toen halen. Toen was hij opeens weg, terwijl ik hem 2 uur daarvoor nog had gezien. Toen had ik super veel spijt. Nu was hij er opeens weer, want hij was teruggebracht. Maar toen zag ik ook een andere. Een roze schatje. Hallo? Vreselijk is dit, deze teaser. En toen kon ik gewoon niet kiezen en ik wist het niet. Dus ik heb ze allebei even meegenomen, zodat ik thuis op mijn gemak kan nadenken. Want mensen zijn echt dingen bij de Bijenkorf aan het inslaan alsof het 3 euro kost of zo. Ik zie gewoon mensen 5 Mulberry tassen, 3 Balenciaga tassen. Insane. Het gaat echt, het vliegt de winkels uit. Dus ik wist wel dat dit weg zou zijn daarna. Maar nu kan ik dus niet kiezen. Ik weet niet wat ik moet doen. Deze taarten van Sugarlips. Check dit. Ja. Waanzinnig. Hallo, ik ben met Char. Hey, wij zijn gelukkig. Ja. Wij zijn eten. En niet zomaar eten, het zijn bakjes met cookie dough erin. Wat je gewoon kan eten met nog meer zit erop. We zagen net ook stappentellers en andere sportieve dingen. Daar zijn we heel rap voorbij gelopen. Nee, daar had die stappenteller wel goed op gewerkt. Hoe snel we er langs liepen. Maar je moet dit even laten. Cookie dough bakje. Yes. Holy shit. Holy shit. Oh my god. Ik weet niet hoe ik naar huis vond, ja. We hebben de hele dag gewerkt in de warmte. En het is nu tijd voor een unboxing van een mega goodie bag. Die hier ligt. Oké, dit is even een greep uit de tas. Maar er is nog meer. Holy smokes. Hebben jullie er zin in? Ja. Wat gaan we doen? Een goodie spel. Goodies. Ik ben inmiddels thuis en ik ben helemaal niet in energieke stemming. En ik heb helemaal geen zin om iets te doen. Maar het voelt ook zonde van het mooie weer. En omdat Jordi en ik hebben afgesproken dat we meer gaan bewegen, gaan we nu fietsen naar een plek die hier super ver vandaan is. En ik weet niet of me dit aanspreekt. Echt een hekel aan bewegen. Helemaal in de hitte. We made it! Nu eten we een soort picknickmaaltijd. Ik heb stiekem een plastic mesje gestolen in de markt. Hartstikke lang aan het fietsen en ik leef nog steeds. Best leuk als ik stiekem eerlijk ben. Maar check even dit huis, deze zeewoning. Het is gewoon een huis. Op het water. Dat is een jungle mussel. Hoe dan? Good morning.
Het is een goede ochtend, want ik sta weer te wachten op een taxi die me naar Schiphol gaat brengen. Ik ga namelijk naar Berlijn met Kenzo. Super cool en natuurlijk een super mooi merk. We gaan een soort van 24 uur strip omdat er een zomerfeest is. Daar zijn we dan. Lies! In een heel leuk lookje. En met een lekkere koffie die ik ook zeer graag zou willen op het moment. Heb je er zin in? Heel veel zin in. Yay! Ik ben heel erg benieuwd. We made it! Wat een waanzinnig mooie plek. We hebben net geluncht en we gaan ons nu razendsnel omkleden. Ik ben heel benieuwd. Er is een bus die helemaal bezaaid is met poppies. Klaprozen, wat natuurlijk de Kenzo bloem is. En we hebben net heel veel leuke info ook gekregen daarover. Want het is blijkbaar een bloem die als je hem plukt meteen doodgaat. Maar die wel echt door beton en zo kan groeien. Dus hij is zeg maar kwetsbaar en sterk tegelijk. Dus dat vond ik heel leuk om te weten. En we vieren hier de eerste dag van de zomer. En dat is een mega straatfeest in Berlijn. Dus dat wordt vast heel wild en tof. Dit kennen we ook allemaal, hè? Die Kenzo Roos is zo grappig. Kijk, deze twee babes! In prachtige looks en met een champagne. Cheers! Kijk, een bus die met 24.000 poppies is bezaaid. Oh, dit is zo geen goede look qua haar. Nee. Maar op zich, Beyoncé kan het ook. Ja, dat is waar, dat moeten wij ook kunnen. We zitten lekker in de bus met unlimited champagne en hele mooie uitzichten. Dus jij de illustraties erbij doet, helemaal top. En Berlijn is prachtig en er zijn allemaal hele leuke meiden mee. Het is echt een hele leuke, positieve groep of zo. Fijne mensen volgens mij, dus dit belooft wel wat. Natuurlijk hebben we onze weg naar wat snacks gevonden. Snel je haar goed doen. Busted. We hebben zoveel lekker eten en het kost echt 3 euro. Oh, daar komt nog meer. Lekker. Yes, go Berlin. Mensen zijn hier wel lekker activistisch. Ik hou daarvan. Goedemorgen, het is donderdag. Ik werd dus om 8:30 opeens helemaal wakker. Zo van, oh, het is vast 3 uur s'nachts. Want het is hier heel donker met de gordijnen dicht. En toen was het dus al 8:30 en had ik me verslapen. Maar gelukkig was er niks aan de hand. Ik moest gewoon voor mezelf even een uur werken voor het ontbijt. Maar dat is dus niet gelukt. Dat doe ik vanavond dan wel even. En nu ga ik snel naar beneden en gaan we hopelijk nog even een paar uurtjes Berlijn verkennen. Berlijn is echt wel een hele leuke stad. Ik ken het niet zo heel goed en ik heb er ook wat minder gevoel bij dan bijvoorbeeld bij Londen. Waar ik vaak ben geweest en de weg ook ken en zo. Maar ja, het is echt een toffe stad. Ik durf jullie bijna niet te laten zien wat ik aan heb, want ik heb weer die zwarte Isabel Marant jurk aan. Dat is gewoon makkelijk met dit weer. En het ziet er toch nog chic uit. Dus dat. En fans, daaronder kan je die zien. Top. We hebben een babykaktasje gevonden. Een mini kakkie. Mini kakkie. Voor de mensen die onze interieurmissie video hebben gezien. Hebben we het ook over babykakjes. Dus ja. Dat is wel echt hilarisch. Ze hebben ook extra large kakkies. Kakkie deluxe. Kakkie deluxe. Zo leuk. We zijn aan het shoppen en Lisa wil schoenen. Ik wil een tas en er is hier zoveel moois. Oh, ik ben geswitcht. Oké. We komen er niet uit. Het is helemaal... En het is sale. Ja, dus en er staan hier zoveel dingen. We raken helemaal in confusion. We zijn weer terug in Nederland. Best wel droevige Lies. Ja. En wat er net gebeurde in het vliegtuig, kan jij misschien even toelichten. Eigenlijk hetzelfde als wat ik nu bij jou doe. Ja, ik zat in de... Het was zo awkward. Ik zat in de vlucht naast de twee zakenmannen in het midden. Iedereen zit op zijn telefoon met je mailtjes te doen en zo. En deze man, die gaat ineens zo zitten en zo. En ik zit zo. En op een gegeven moment denk ik, ik ben nieuwsgierig. Zit hij gewoon scherp te stellen op een selfie van mij? Het was zo awkward. En ik betrapte hem, want ik keek vol de camera in. En toen klapte hij zo zijn, obviously, multimap telefoonhoes dicht. Ja, uiteraard een type multimap telefoonhoes. Ja. Ja, en daarna heeft hij het nog een paar keer gedaan. Het is echt heel weird. Ik weet niet waar hij terecht gaat komen. En de vraag aan jullie ook is, zouden jullie dat eens durven zeggen? Ja. Wat doe je in zo'n situatie? Zou je durven zeggen wat de fuck? Of klap je dicht?
Ik heb niks gezegd. Klap je hem net als die telefoon gewoon dicht. Ik ga even mijn vlog afsluiten. Het waren allerlei random stukjes door de hele week. En ik hoop natuurlijk dat je deze vlog leuk vond. En als dat zo is, doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal, zodat je er geen één mist. Ik ben echt mijn best aan het doen om veel meer te vloggen. Dus ik hoop dat je dat snel terug ziet. Tot in de volgende video. Doei!